en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een action shop vlog voor jullie. Als je mijn vlogs volgt, dan heb je al kunnen horen dat ik weer naar de action ging. En uiteraard hoort daar weer een shop vlog bij. Ik had weer wat dingetjes nodig. Uiteindelijk ben ik ook weer wat dingetjes vergeten. Dat heb ik nou altijd. Ik had ook geen lijstje gemaakt. Maar goed, ik ga jullie laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Ik zeg er gelijk al bij, het is niet superveel, maar het waren gewoon wel dingetjes die ik of nodig had of ja, die ik gewoon leuk vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de dingetjes die ik bij de Action heb gekocht, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik zal de producten van de prijzen in beeld laten verschijnen, want ik heb de bon zo niet bij de hand. En ik vind het altijd een beetje lastig om dat helemaal te gaan opzoeken. Dat oogt voor mij altijd een beetje rommelig. Dus vandaar dat ik dat gewoon eventjes in beeld laat verschijnen. Ik ga beginnen even met een standaard item. En dat is een Airwick Fresh Matic navulling van Wilde Orchidee. Deze koop ik eigenlijk regelmatig. Deze kan in zo'n luchtverfrisser. En ik vind het altijd wel lekker ruiken. Die van mij was alweer een tijdje leeg. En elke keer als ik bij de Action kwam, vergat ik er eigenlijk eentje te kopen. Nu zag ik ze weer staan en ik dacht, oké, laat ik gelijk een nieuwe meenemen. Dit werkt gewoon heel handig, want dit kun je gewoon in zo'n navulling stoppen. En deze ruikt echt heel erg lekker fris. Ik ga eigenlijk altijd voor de roze, omdat ik die gewoon heel erg lekker vind. Dus dat is allereerst deze. Dan kocht ik gummetjes. Voor mijn bullet journal gebruik ik vaak gummen. Ik gum echt heel erg veel en ik kwam deze emoticon gummetjes tegen. Dat zijn deze. Je hebt 6 gummetjes en dit zijn dus, zoals je kunt zien, allemaal emoticons. Je hebt een hartje, je hebt een unicorn, een drolletje, een eentje met de hartjes in de ogen. Wat dit is, weet ik niet, gewoon een poppetje en een lachend poppetje. Dus dan heb ik in ieder geval weer wat gummetjes voor mijn bullet journal. Dan kocht ik ook meteen iets waar ik al een tijdje naar op zoek was, althans de vorige keer dat ik bij de Action was, toen hadden ze het niet. En dat is de Glue Tape Roller. Mijn zusje die zei al, oh dat moet je echt kopen, dat is echt super handig voor je bullet journal. Ik doe nu alles met een roller en dat werkt ook niet altijd heel erg goed. En dat is dus deze lijm roller. Dit lijkt gewoon op een roller die waar normaal T-Pex in zit, maar hier zit dus lijm. En ik kocht er ook gelijk 2, want dan heb ik weer eventjes een voorraadje. Ik weet niet hoe snel dit opgaat of wat dan ook. Maar dit leek me wel heel erg handig. Dus deze 2. Even kijken. Dan had ik nog 1 dingetje wat ik voor mijn bullet journal wilde gebruiken. En dat is een washi tape. En dat zijn deze. En deze vond ik wel heel erg leuk, want hij heeft een pijltje. Die wimpers, die vond ik echt fantastisch. En eentje met stipjes. Dus deze vond ik wel heel erg leuk. Dus dan heb ik gewoon weer wat nieuwe designs om in mijn bullet journal te plakken. Dan had ik ook een nieuwe agenda nodig. En ik koop eigenlijk altijd standaard mijn agenda's gewoon bij de Action. Omdat ze lekker goedkoop zijn. Ik ga dan wel niet meer naar school. Maar ik vind het wel heel handig om dingen op te schrijven in mijn agenda die ik niet moet vergeten. En dat is deze. Heeft een leuk dingetje aan de onderkant. En het werkt zo. En hier, dit is gewoon holografisch. Hoe tof is dat? Dat heeft ook dit. Als je hem open doet, heb je ook gelijk dat holo effect. Ik vind dat super tof. Voor de rest, het is wel grappig eigenlijk. Want hier staan ook gewoon de feestdagen in voor andere landen. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik zie België staan, ik zie Duitsland staan, Nederland uiteraard. Frankrijk. Nou, volgens mij is dat het. Dit staat er ook 2 keer in of zo. En je hebt gewoon 1 week op een pagina. Dat vind ik op zich prima, want het is niet zo dat ik nog heel erg veel moet schrijven. Maar als ik wat in moet schrijven, kan dat gewoon prima. Er staan wel schooluren bij, maar goed, dat is gewoon zo. Omdat ze natuurlijk eigenlijk gewoon op scholen zijn geïnspireerd. Het is gewoon een vrij klein formaatje, niet super groot. Maar dat past makkelijk in mijn tas en hier kan ik gewoon alles dan inschrijven. En ik vind het handig dat hij dus dit heeft, waardoor je hem dicht kan klikken, waardoor hij niet open kan gaan in je tas. Dan kocht ik een nieuwe glascreen protector. Die van mij, daar gingen allemaal stukjes uit. En de vorige keer dat ik ernaar op zoek was, hadden ze hem niet. En nu zag ik ze weer liggen. Dus ik heb even een glascreen protector voor mijn iPhone 7 Plus gekocht. En die van de Action zijn echt prima. Werken heel goed. Dus hier word ik altijd wel blij van als er weer een nieuwe op kan. Ik weet niet of je het nu kunt zien. Ik denk het haast niet. Maar hier zijn bijvoorbeeld al wat stukjes uit. Ik denk niet dat het jullie opvalt hoor. En hier aan de zijkant ook. Dus ik heb weer even een nieuwe.
Dan even ook iets voor in de keuken. En dat zijn pannenlappen. Ik had eigenlijk alleen maar hele oude pannenlappen. En toen kwam ik deze tegen. Zijn roze. Staat home op. Nou, dikke prima. Pannenlappen die heb je gewoon nodig met koken. Dus je zit hier op pakjes. Dus volgens mij kun je ze eigenlijk gewoon zo om je handen doen. Al lijkt me dit niet heel erg handig of zo. Maar ik vond dit kleurtje gewoon heel erg tof. Dus ik dacht, nou, die ga met mij mee. Want ik hou van roze. Dan kocht ik een isolatiekan, noemen ze het. Dus eigenlijk een isoleerbeker. En dat is deze roze. En dit is eigenlijk, het lijkt gewoon op een soort blikje. Maar deze houdt je drinken dus koud. Ik denk ook warm. Je zit een rietje in. Alleen, nou vraag ik me af of dat dit goed is. Ik denk, die kun je hier gewoon zo opklikken. Ik ga het even proberen hoor. Kijk, die druk je hier zo op. En dan kan je hem zo het tuitje omhoog doen. En dan kan je drinken. En ja, de binnenkant is dus geïsoleerd. En ik vond ze al deze in verschillende kleuren. Ik vond deze roze variant uiteraard weer heel erg leuk. Ik hou van roze. Er staat een flamingo op. Dus deze vond ik wel heel erg tof. En aangezien het met warme weer mijn drinken echt heel snel warm wordt, dacht ik, oh, dit kan ideaal zijn. Ik moet hem wel even goed dichtdraaien. Hij zou in vaatwasser kunnen. Ik heb zelf geen vaatwasser, dus ik zou het niet proberen. Want ik ben toch een beetje bang dat dat niet... Wacht even hoor, ik ga even proberen dicht te draaien. Ja, dat niet heel goed werkt. Ja, ik vind dat toch een beetje een dingetje. Ik zou het zelf niet proberen, maar het staat erop dat het kan. Dan kocht ik Festival Colors. Deze kwam ik al in verschillende shoplogs tegen. Dit zijn glitters voor je haar, je gezicht en je body. En even kijken wat hier verder op staat. Gewoon een waarschuwing, zeg maar, dat je het eerst op een stukje van je huid moet proberen. Verder staat er niet heel veel bij. Ik ben voor roze met zilver gegaan. Je had echt heel veel verschillende kleuren. Er zit ook een kwastje bij. Hier hebben ze het in het haar gesmeerd. Ik wil dat zelf niet zo snel doen, maar ik vind het voor mijn gezicht bijvoorbeeld, om het iets extra's te geven, vind ik dat best wel leuk om een keer te proberen. In beide potjes zit 15 ml. Ik weet ook niet of dat dit een soort gel is. Ik ga er wel van uit, want anders blijft het niet plakken. Maar ik vind het wel leuk om gewoon een keertje te gaan testen. En ja, ik was eigenlijk gelijk wel enthousiast toen ik dit al in andere shoplogs zag. Want ik dacht, oh, hier wil ik wel eventjes naar kijken. Dus dit vond ik wel heel erg leuk. Dan heb ik iets waar ik nog een beetje mee wil gaan spelen. En waar ik ook een beetje zoekende in ben, moet ik heel eerlijk zeggen. Boven mijn bank is het heel erg kaal. Het was de bedoeling dat hier een schilderij zou komen te hangen van IKEA. Helaas heeft IKEA dat schilderij niet meer uit het assortiment. En moest ik iets anders bedenken. Misschien dat ik hem nog eens tweedehands tegenkom via Marktplaats of zo. Maar ik ben daar nog een beetje zoekende wat ik daar wil doen. Nou, wist ik dus dat je bij de Action posters hebt. En poster arts. En dit zijn gewoon losse posters die je dus zelf kunt inlijsten. Waar je zelf een heel, ja, iets van kan samenstellen. En dat zijn deze. Ik kocht twee verpakkingen. Ik ga even beginnen met de roze, maar dit zijn ze. Hier zitten dus 17 posters in. Je hebt verschillende maten, A4 formaten. 13 x 18 centimeter en 10 x 15 centimeter. Ik kan ze er wel even uithalen misschien. Dan kunnen jullie ze ook eventjes zien. Dat is misschien wel leuk, want je ziet het op de achterkant al wel. Maar dat vind ik toch iets anders. Ik heb ze zelf ook nog niet vast gehad, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan moet ik even heel goed kijken hoor. Dit zijn de 10 x 15. Ik moet eventjes goed doen natuurlijk. Ja. Dit zijn de posters van 10 x 15 centimeter. En dat is een soort blaadje. You make me super happy. Ik hou van teksten. I loved tea. Regen met een regenboog. Enjoy the day. En stipjes. Dat zijn de 10 x 15 centimeter postertjes. Dan ga ik naar de 10 x 18. Hier zit I Believe Fortune Cookies. Niet dat ik van cookies hou, maar hey, maakt niet uit. Zo, eentje. Deze vind ik ook wel heel gaaf. Life is too short to wear boring clothes. Hoe leuk is dat? En oh, het gaat glijden. Droomvanger.
You can't buy happiness, but you can buy cupcakes. And that's kind of the same thing. Deze. En nog eentje met stipjes. En dan met de A4 formaatjes. Dat zijn veertjes. Deze vind ik ook wel heel erg tof. Ik had ze echt nog niet vast gehad. Follow your dreams. Hoe leuk is het om in te luisteren, jongens, echt. Enjoy the day. Love you to the moon and back. En iets met vogeltjes. Oh, ik krijg hier ideeën van. Dit is niet normaal. Dat zijn dus deze. Ik ga ze wel gelijk even opbergen. En dan zal ik ook even de andere laten zien. Want ik heb hier ook de katten rondlopen. En ik zou het zonde vinden als ze al wat ermee gaan doen. Omdat ik zelf nog zoekende ben. Dus dat is de roze verpakking. Ik heb allebei de verpakkingen gekocht omdat ik gewoon niet kon kiezen. Maar deze verpakkingen zijn zo super cheap. En je hebt gewoon 17 posters waar je echt heel erg leuk mee kunt spelen dus. Dus nogmaals, dat was deze. Dan ga ik door naar deze. En dit is meer met zwart-wit tinten. Deze was al open, dus ik hoop eigenlijk wel dat het compleet is. Want ze hadden er ook maar eentje voor. Even kijken hoor. Dan ga ik weer eventjes beginnen natuurlijk met de kleintjes. Oh, hier zitten ook wel echt hele toffe bij. Heb ik alles nu? Nee, nu wel. Een soort ruitjespatroon heb ik hier. Cool things are going to happen. Hier zit al wel een foutje in. Dat is een beetje jammer. Maar goed, dat zie je op zich in een lijstje niet. Een brug. Vind ik ook wel heel tof. Stay wild. Een hele mooie, ja, wat lijkt wel een fontein of zo. En streepjes. Dat zijn weer de 10x15. Dan de 10x18. En daar heb je bij rotsen. Water. Ook wel heel erg mooi. Een olifant van... Een olifant. Hé, hey, dat is nieuw. Een olifant van de achterkant. The mountains are calling and I must go. Stop dreaming, start doing. Vind ik ook wel heel erg tof. En een zigzag patroontje. Dan de grote. Weer zo'n olifant. Discover and explore. We hebben een zebra. It always seems impossible until it is done. Deze vind ik ook echt heel tof. Die wil ik ook gewoon gelijk inluisteren. En een tijger, panter. Nathalie, als jij deze shoplog kijkt, vertel maar even wat dit is. Want ik weet dit nooit en jij bent van de dieren. Dus dat zijn deze posters. En daar ben ik echt oprecht heel blij mee. Want ik vind het oprecht echt heel erg leuk om daar dus mee te gaan spelen. Ik moet zeggen, ik heb nog geen lijstjes gekocht. Maar op zich kun je lijstjes tegenwoordig overal wel kopen. De zon gaat heel fijn schijnen in mijn beeld. Dus ik hoop niet dat jullie daar last van hebben. Dus dat zijn deze posters. En omdat ik dus niet kan kiezen, twee. En het laatste wat ik kocht is een fotolijstje. En hier kan ik dus 2 van 10x15 in doen. En hij kan niet hangen, geloof ik. Of wel? Oh, hier zit nog plastic karton voor. Dus dat kan ik nog niet zien. Maar hier ga ik er sowieso 2 in doen. En die ga ik misschien... Ja, als die kan hangen, ga ik hem ophangen. En anders dan ga ik hem neerzetten. Maar deze vond ik wel heel erg leuk om hier dus 2 van die kleine postjes in te doen. En dan de rest ga ik nog even kijken hoe ik dat ga verdelen. Misschien dat hier ook nog wel wat in past. Maar op zich vind ik deze ook niet heel verkeerd wat hierin zit. Dus op zich vind ik dat niet zo heel erg storend ofzo. Dan waren dit alle spulletjes die ik heb gekocht bij de Action. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik heb gekocht. Ik zelf, als ik moet kiezen, ga ik toch ook voor die beker die ik heel tof vind. Maar ook voor die posters. Want dit vind ik gewoon echt zo tof bedacht. En ja, ik vind dat heel erg leuk. En mocht je nou benieuwd zijn wat ik nou met die posters ga doen, kun je altijd eventjes... op mijn vlogs kijken, mocht je dat niet doen. Want daar komen dit soort dingen ook gewoon altijd in terug. Omdat ik daar jullie ook probeer in mee te nemen. Door te laten zien hoe ik mijn huis
gezelliger, nog gezelliger probeer te maken. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en denk je, hey, dit soort video's vind ik wel heel erg leuk. Kun je je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, krijg je ook gelijk een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. En hoef je gewoon helemaal niks te missen. Dus, dan wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!